Op maandag 15 november bracht burgemeester Beenakker een bezoek aan de Sint-Pieterschool in Ommel. Reden voor dit bezoek was een gastles over het thema respect. Op 12 november was het namelijk de dag van het respect. De leerlingen van groep 7 en 8 werden gevraagd wat zij onder respect verstaan. Daar hebben jullie vandaag de burgemeester op bezoek. Dat gebeurt niet iedere dag. Waarom is die hier? Ja, voor een teken van respect. En ja, die wil er wat meer over vertellen. En wat heeft hij dan verteld? Ja, wat hij allemaal doet, zowel. Hoe oud hij is, waar hij vandaan komt. Wat voor dingen die organiseert. Die ketting. Wat dat allemaal betekent. Maar hoe heet die ketting nog? Kun jij dat vertellen? Nee, dat weet ik niet meer. Ben je dat vergeten? Ja. Wie kan nou vertellen hoe die ketting heet? Amsketen of zoiets? Amsketen. Maar wie kan dan vertellen, wat heeft hij al verteld over respect? Ja, van het lieve heersbeestje. Ja. Van zinloos geweld, daar is hij lid van. En die is lid van, ja, respect. Een stichting, volgens mij is dat iets. Mm-hmm. En ja, Asten is daar lid van en denk Ommel en Heusden ook. Als je burgemeester wil worden, dan moet je eigenlijk eerst wat ervaringen hebben. Met bestuurlijk werk, zoals het heet, of wethouder geweest zijn, of raadslid. De meeste burgemeesters zijn eerst wethouder geweest. Hoe heet jij? Maartje. Nou, wat wil je vertellen over respect? Dat moet je hebben voor elkaar. Je moet naar elkaar luisteren als ze praten. Je moet ze aankijken. En eigenlijk, ze moeten minder gaan pesten. Pesten is ook zo'n akelig woord, hè? Mm-hmm. Ja. Maar in de klas hier veel respect voor elkaar en niet pesten? Meestal wel, ja. Oh, meestal wel. Nou, dat is al heel goed, toch? Dan nou streven naar altijd. Altijd respect? Niet altijd.